Hey, leuk dat je kijkt. Hey, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Rolf van de Mooswijk, algemeen bestuurslid bij de JOVD. En in plaats van dat wij normaal in de zomer tijdens de introductieweken naar jou toe komen om jou in te schrijven, gaan we dit jaar digitaal doen omtrent alle coronamaatregelen. Dus ben jij nou benieuwd naar de JOVD in jouw omgeving? Kijk dan gauw verder. Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van het digitale A-autootje. En dit keer zijn we via de digitale weg gereden naar Rotterdam, afdeling Rijnmond. En ik zit hier met de bestuurder van die afdeling. Ik zou zeggen, stel je even voor. Ja, hi, ik ben Roos. Ik zit in het bestuur van Rijnmond. Heb de portefeuille promotie en ledenwerving. Dus ik ben verantwoordelijk voor het werven van leden, mensen een beetje warm welkom geven. En laten zien hoe leuk Rijnmond is. Oké, leuk. En jij bent dus eigenlijk het eerste contactpunt als mensen nieuw lid worden binnen jullie afdeling. Ja, en ik ben echt het aanspreekpunt voor de vereniging. Oké. En wat kunnen mensen ongeveer verwachten als ze nieuw lid worden of eventueel potentieel lid zijn of interesse hebben? Wat ze kunnen verwachten van de JOVD Rijnmond is heel veel gezelligheid, gemixt met interessante activiteiten. Ik denk dat dat een goede samenvatting is. Daar hebben we dan politieke activiteiten waar sprekers langskomen en waar lezingen worden gegeven of waar debatten worden gevoerd. Dus je leert jezelf ook echt ontwikkelen. En er zijn genoeg gezellige activiteiten om elkaar ook beter te leren kennen en echt die bonding te hebben als groep. Maar hoe was het nou eigenlijk voor jou? Want jij bent ook ooit lid geworden. Ja. Ik ben nu denk ik 3 jaar geleden lid geworden. Ik heb een achtergrond in het theater. Dus voor mij was de JOVD wel echt een andere wereld dan de vrienden van de toneelschool en de kunstvrienden die ik eigenlijk had. De JOVD was wel iets, mensen vanuit die de universiteit zaten en die hele andere dingen studeerden dan ik. En dat vond ik wel heel erg interessant. En dat gaf mij ook eigenlijk als kunststudent ook heel veel meer inspiratie, moet ik zeggen. Om mensen te leren kennen die hele andere dingen doen dan ik doe. En dat is wat eigenlijk bij mij me zo erg aantrok aan de JOVD. En wat ik dan heel erg leuk vond, is dat binnen Rijnmond dat dus niet uitmaakt. Dat je van de toneelschool komt of dat je, maakt niet uit wat voor opleiding je hebt gedaan, of het nou universitair is of hbo. Je kan er gewoon bij als je interesse hebt in de politiek en als je het interessant vindt om daarover te debatteren. Nou, je zei net al, je komt zelf uit een wat andere omgeving. Voor mensen die dan geïnteresseerd zijn in politiek, alsnog daarnaast. Het kan er best wel een grote stap zijn om dan toch zomaar lid te worden. Hoe heb je dat dan ervaren? Hoe is die, hoe was jouw eerste activiteit bij Rijnmond? Even denken, mijn eerste activiteit. Dat was met Hennis, volgens mij, als ik het goed heb. En ik werd eigenlijk heel warm ontvangen door de mensen van Rijnmond. Dus je kan bij iedereen aansluiten. Je kan achteraf bij de borrel ook gewoon een praatje maken met iedereen. Iedereen is heel open en staat altijd open voor een gesprek. Dus ik heb dat eigenlijk helemaal niet als een hele grote drempel ervaren om lid te worden. Ik vond het geen probleem. Ja, want Rijnmond is een grote studentenstad. Er is heel veel keus qua verenigingen. Ja. Wat maakt dan de JOVD anders dan al die andere verenigingen? Nou, wat ik zo leuk vind aan de JOVD is dat ik het echt als een politieke leerschool zie. Dus je hoeft niet per se lid te zijn van de VVD of daarop te stemmen om bij de JOVD te gaan. Als je politieke interesse hebt en je identificeert jezelf als liberaal of in ieder geval je vindt dat interessant, dan kan je jezelf echt ontwikkelen bij de JOVD. En heel veel andere verenigingen die misschien ook dingen met politiek doen, die hebben toch misschien wat minder dat
dat je jezelf echt op die manier kan ontwikkelen zoals je dat bij de JOVD kan doen. En hoe ziet jouw ontwikkeling er dan uit? Wat heb jij zoal geleerd? Wat ik heb geleerd? Ik denk dat ik veel heb geleerd om voor groepen op een andere manier te spreken dan ik gewend ben. Want ik ben natuurlijk wel gewend om op het podium te staan. Maar bij de JOVD leer je toch ook wat meer die zakelijke kant van spreken en meer de politieke kant van spreken. En dat is toch wel een toevoeging op het arsenaal dat ik al dan geleerd had op de toneelschool. Wat meer een creatieve invulling is van spreken voor groepen. Dus we hebben het eigenlijk al gehad over wat mensen kunnen verwachten. Wat jouw beweegredenen zijn geweest om lid te worden. Maar als we dan... kijken misschien wel mensen die lid willen worden van jullie afdeling. Wat voor tip zou je aan ze mee willen geven? Een tip voor mensen die lid willen worden van onze afdeling? Ja, of misschien die nog niet weten. Die gaan in Rotterdam studeren en weten niet precies wat ze willen gaan doen. Wat hebben ze precies aan de JOVD naast alle gezelligheid en inhoudelijke activiteiten? Ja, je ontwikkelt ook een enorm netwerk. Ik bedoel, de JOVD is niet alleen voor de gezelligheid en de inhoud, maar je leert ook gewoon heel erg veel mensen kennen waar je echt wat aan hebt. En ik denk dat dat wel nog net iets anders is. Dat is meer die combinatie van dat gezelligheid en inhoud. Dus ja, je ontwikkelt ook een enorm netwerk en dat is wel heel erg prettig om te hebben. En zeker als je dus nieuw bent en eventueel begint met studeren of... je hoeft niet per se te studeren, je kan natuurlijk ook al aan het werk zijn, daar niet van. Ja, zeker weten. Maar als mensen nou nog vragen hebben aan jou of aan de afdeling, hoe kunnen ze jullie het beste bereiken? Je kan ons bereiken via verschillende sociale media. Dus Facebook, Instagram en LinkedIn, daar zijn we gewoon makkelijk te bereiken. Daar staat ook... het nummer van mij, daar kan je me altijd op bellen of whatsappen. Dus ik denk dat ik wel een toegankelijk genoeg persoon ben om gewoon een appje te sturen als je een vraag hebt. Dat kan altijd, als je het maar niet om 3 uur 's nachts doet. Tenzij het een hele dringende vraag is, dan misschien nog wel. Je kan me gewoon altijd bellen, appen of via sociale media bereiken. Oké, dus mocht jij lid willen worden van de afdeling Rijnmond, of mocht je binnenkort in Rotterdam gaan studeren, je weet waar je terecht kan. In ieder geval, Roos, voor nu, echt bedankt voor je tijd en voor je ervaringen die je hebt gedeeld. En hopelijk tot snel. Yes, tot snel.